Het tuinbouwcluster in Westland wil burgemeester Bouke Arends als publiek boegbeeld. In een manifest overhandigd aan Arends benadrukt de tuinbouw het belang van samenwerking met de gemeente en roept op om de sector steviger in het maatschappelijk debat te positioneren. Volgens initiatiefnemer Mart Valstar moeten bedrijven en overheid gezamenlijk antwoorden vinden op kritische vragen over de toekomst van de tuinbouw. De tuinbouwsector draagt jaarlijks ruim 20 miljard euro bij aan de Nederlandse economie en staat voor uitdagingen rondom milieu, arbeidsmigratie en de focus op laagwaardige arbeid. Het manifest focust op 3 kernpunten: ecologie, sociale verantwoordelijkheid en economische weerbaarheid. Zo wil het cluster klimaatneutraal gaan produceren, de energietransitie versnellen en de biodiversiteit verbeteren. Ook is er aandacht voor goede huisvesting van arbeidsmigranten en een nul-tolerantiebeleid voor misstanden. Het World Horti Center moet dienen als ontmoetingsplek voor overheid en sector. In Europa zet het cluster zich in voor steun aan duurzame teelt en logistiek. Burgemeester Arends sprak zijn steun uit.